De kist van Quist, zo luidt de bijnaam voor de stad Schouwburg. Het gebouw werd door architect Wim Quist ontworpen en in 1988 geopend. Voor die tijd was het een modern, ruimtelijk en gedurfd gebouw. Maar nu, 20 jaar later, vinden bezoekers en de directeur het interieur gedateerd en kil. Je mist iets. En dat betekent dat er van veel bezoekers horen die hier komen. Kijk, ze respecteren het gebouw. Het is een indrukwekkende architectuur. Maar een plek om nog even te blijven hangen na een voorstelling. Of wat eerder te komen omdat het er zo warm en uitnodigend is. Dat wordt wel gemist. Vooral de foyer en de traphallen moeten een chicere uitstraling krijgen. Weg dus met de jaren 80 materialen. Het is weer tijd voor meer grandeur. Een nieuw plafond, een marmeren vloer, een videowall, tapijt op de trappen en sofa's. Al zal het nooit meer worden hoe het vroeger was. Want de eerste Rotterdamse Schouwburg leek in geen enkel opzicht op het gebouw van nu. Het lag aan de Aart van Nesstraat en werd gebombardeerd in 1940. In het Rotterdam van vlak na de Tweede Wereldoorlog is er weinig te beleven op het cultureel gebied. Door het bombardement zijn de meeste theaters verwoest. Dit was het interieur. Prachtig klassiek. Het is vlak voor de opening, een week voor de opening. Hier heb je hem als prentbriefkaart. In die tijd gingen de mensen als een fotograaf kwam, gingen ze keurig daarnaar staan kijken. Dit zijn heel spontane, dus niet geanceneerd. Die mensen hadden iets van, er wordt een foto gemaakt. Nou, dat geeft iets van de grandeur van dat gebouw. Uitgever Aad Speksnijder was 5 jaar bezig om de geschiedenis van de Rotterdamse Schouwburg in beeld te brengen in een fotoboek. Morgen komt het uit. Het oude theater, ja, dat was het theater. Daar wordt toneel gespeeld. En dat is het. En dan had je daarachter de rollenzolder, hè, voor wat betreft de belichting en de schermen die moesten zakken of opgehezen worden, de decors. Maar dat is nu allemaal veel breder geworden. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een noodschouwburg. Het gebouw werd gebouwd met puinresten van het bombardement. En van de steentjes van het bombardement is op deze plek, Aart van Nesstraat, de noodschouwburg gemaakt. Dit is 10 januari 1947, dat is vlak na de opening. Ja, het was gepland als, ja, nou ja, voor de time being. Mensen van mijn leeftijd die hebben nog ontzettende warme herinneringen aan de noodschouwburg. De hele familie Lutz, om een voorbeeld te geven, ja, die zijn in Rotterdam ook begonnen. Maar de noodschouwburg was in de jaren 80 hard aan vervanging toe. En dus kwam het gebouw van Quist. En nu, ruim 20 jaar later, is dus het interieur alweer gedateerd. Zoals die grote schouwburg de schouwburg van de 19e eeuw was, willen wij de schouwburg van de 21e eeuw zijn. Eén grote stadsfoyer die de hele dag geopend is, waar je koffie kunt drinken, kunt lunchen. Komt hier een soort klein podium waar je 's avonds laat stand-up comedy zou kunnen doen. Digitale programmering, hè, dus de mediakunstenaars, YouTube-kunstenaars. Het wordt een hele bijzondere plek om vaak naartoe te komen, zelfs als je niet naar een voorstelling gaat. Aan de zalen verandert trouwens helemaal niets, want die schijnen de allermodernste van Nederland te zijn.